Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Een krater is al wat de rest van een geweldige vecht waar een B drie tegenstanders in één keer verslagen heeft. De B Flame Libra wordt gelanceerd door een blader genaamd Yu. Yu's volgende gevecht is met Kiyoya, wiens Rock Leon bijna wordt vernietigd door Flame Libra, totdat Madoka hem komt redden. Het finale gevecht gaat tussen Yu en Jinga. Twee krachtige B's, Libra en Pegasus, vechten in een indrukwekkende strijd. Jinga probeert alles uit, gebruikt zijn special move Pegasus sterrenstootaanval, maar Flame Libra weerstaat de aanval en verslaat Pegasus. Jinga feliciteert zijn tegenstander met de overwinning. En Yu is de grote kampioen van het overlevingsgevecht. Op weg naar de gevechtsbladers. Nou, kom op, zeg het. Wat is jouw wens? Ik heb maar één wens. Gevechtsbladers! Gevechtsbladers? Wat zijn gevechtsbladers? Het wordt het grootste toernooi dat ooit is gehouden. Op zoek naar de beste blader. De sterkste bladers van het hele land ontmoeten elkaar op één plek en vechten het uit in een wedstrijd van man-op-man gevechten. Huh? Wat zeg je? Bladers vanuit het hele land? En er zijn alleen man-tot-man gevechten? Ja, het overlevingsgevecht was een leuke tijd. Maar in een man-tot-man gevecht is er geen bemoeienis van buitenaf. De sterkste blader gaat door, dus dan is het makkelijker te zien wie de beste is. Daar heeft hij gelijk in, jongens. Je moet vertrouwen op je eigen kracht en de kracht van je B. Natuurlijk, er waren al wel eens andere toernooien, maar nog niet voor het hele land, toch? Wat betekent... De winnaar van die wedstrijd zal de echte, absolute nummer 1 zijn. Zou het niet geweldig zijn om te ontdekken wie de beste blader is, zonder twijfels? Wie is de absolute nummer 1? Wie is de sterkste blader van dit land, hè? Wie de sterkste blader is? Dat willen we weten! En hoe sneller, hoe beter! Dat is interessant. Laten we het doen, jongens! Ja! Ja, ik doe mee. Ik geef me zeker op. Ja, ik ook. Ik doe ook mee. Ik kan er maar in. Waar kan ik me aanmelden? Oh, daar. Ik denk aan die kant. Daar zo. Nee, bij die balie. Ja. Kijk dan ook goed. Ongelooflijk! Aan het einde van deze roekeloze wedstrijd is de wilskracht van de blader zo groot geworden dat ze de wens hebben om opnieuw te vechten. Dit wordt echt fantastisch! Juist! Oh ja, ik snap hem! Daar gaan we! Ga jij nu de gevechtsbladers aankondigen? Wat? Wow! Dat is de Dark Nebula-organisatie! Is dat Doji? Dat is Doji! Wel, 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 mijn vriend. Ik ben blij om te zien dat jullie hier allemaal zijn. Waarom ben jij hier? Waarom vraag je dat? Omdat het begin van gevechtsbladers officieel bekend is gemaakt, natuurlijk. En als een sponsor zou het erg onbeleefd zijn om jullie allemaal niet te komen begroeten. Sponsor? Je maakt een grapje. Hoe kan jij dat zijn? Ja, hoe kan je dat zijn? Dit is de prijs van de winnaar van het overlevingsgevecht. Dus de gevechtsbladers worden ook gesponsord door de WBWA. Dat is niet genoeg. Niet genoeg? Maar waarom niet? Natuurlijk hebben we de volle medewerking van de WBWA. Hoe dan ook, ik zal degene zijn die de hele wedstrijd leidt en controleert. Wat toch normaal is, vind jij dat ook niet, Yu? Waarom praat hij tegen hem? Dat is waar. Dat zijn de afspraken die we vanaf het begin hebben gemaakt. Afgesproken? Wat bedoel je daarmee? Zeg me niet dat jij... Dat klopt. Wil de WBBA akkoord gaan met de gevechtsbladers, dan moet ik een lid van de Dark Nebula laten meedoen. Hey! Een lid van de Dark Nebula! Wat? Yu is... Als ik het niet fout heb, wordt voor de winnaar van deze wedstrijd elke wens vervuld. Ik weet zeker dat de eerlijke WBBA echt nooit zou terugkomen op een belofte. Wat? Wacht! Maar waarom, Doji?
Waarom heb je hem daarvoor gebruikt? Ik snap het gewoon niet. Als ze een eigen wedstrijd had willen hebben, waarom heb je die dan niet zelf geregeld? Zeg op, Doji. Jij bent altijd iets van plan. Waarom voel ik me beledigd, mijn lieve vrienden? Ik ben niks van plan. Ik ben hierheen gekomen omdat ik ieders wens waar wilde maken. Door het beste toernooi uit de geschiedenis te houden op zoek naar de beste, meest ervaren bleder. Verder helemaal niks. Maar om een landelijke competitie te kunnen houden, moeten we de hooggewaardeerde WBBA achter ons hebben staan. Precies, Joe. Als erkend WBBA-evenement weten we zeker dat sterke bleders die we nog niet kennen zullen komen om mee te doen. Bleders met indrukwekkende kwaliteiten. Fantastische bleders zoals onze kleine kampioen Joe hier. Wat ik denk dat heel gaaf wordt, is de geweldige Rayuga te zien die de sterkste bleders van het land verslaat. Wat? Zijn jij daar Rayuga? Zoek dekking! Rayuga! Lang niet gezien, Jinga. Het verbaast me dat je jouw been nog gebruikt. Ik denk niet dat je erg snel leert, of wel dan? We doen het nu, Rayuga. Niet zo ongeduldig. Zo gaaf! Als jij nog vechten met mij, Jinga, moet je ook aan gevechtsbleders mee gaan doen, weet je? Waar heb jij het over? Zeg me niet dat jij ook mee gaat doen. Het heet gevechtsbleders, maar tot aan de laatste wedstrijd zijn het kwalificatiewedstrijden voor al jullie wannabes om te zien wie er tegen mij mag. En dan zal Rayuga natuurlijk winnen in de finale. En als dat gebeurd is, heeft Rayuga bereikt wat hij graag zou willen worden. De koning van alle bleders. Huh? Wat? Hoorde ik dat goed? Je zei dat je ieder zijn wens wilde waarmaken. Maar je wilt dat iedereen buigt voor Rayuga als de sterkste bleder. Natuurlijk, als iedereen aan zichzelf kan toegeven dat ze verliezen van Rayuga, zijn ze welkom om mee te doen. Hoewel het niet echt interessant zou zijn om iedereen maar mee te laten doen. Dat is waar. Nou dan, iedereen die mee wil doen aan gevechtsbleders, moet op zijn minst 50.000 B-punten verdienen. La 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 la, afgesproken! Wat? Dat meen je niet! 50.000 punten? Dat zijn veel punten! Wow! Oh. Dus dat is de bedoeling. Ze willen iedereen's punten. De wedstrijden beginnen over 3 maanden. Ik wens jullie alle geluk, want je zal het nodig hebben. Nou dan, dat is alles voor vandaag, mijn vrienden. Wat denk je zelf, Rayuga? Denk je echt dat ik ga wachten, 3 maanden lang? We vechten dit uit, nu hier, meteen. Huh? Huh? Slechte zes, Jinga! Rayuga! Jinga, het heeft geen zin om je te verslaan zoals je nu bent. Hou je punt op en ik zie je bij gevechtsbleders. Jinga, gaat het wel? Pegasus! Wat is er met die vent? Hij is zelfs nog sterker dan hij ooit geweest is. Wat ga je nu doen, Jinga? Huh? Goed. Als hij zegt dat hij op me wacht bij gevechtsbleders, dan zorg ik ervoor dat ik de top zal bereiken. En deze keer zal ik hem verslaan. Ik doe mee! Oké, gevechtsbleders! Ja! 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 Oh, oké dan. Daar gaan we. We zien jullie allemaal bij gevechtsbleders. Laat maar komen! Het lukte mij dus niet om hem te verslaan met 1 aanval. Jinga Hagane, de volgende keer zul je dus in staat zijn om mij wat meer weerstand te bieden. Het duurt nog veel te lang. Ik kan niet zo lang wachten. Ik wil dat het nu is. Ik wil geen 3 maanden wachten. Voor de gemiddelde bleder is het verdienen van 50.000 punten die nodig zijn voor de kwalificatie van gevechtsbleders bijna onmogelijk. Dus zij oefenen en oefenen eindeloos en vechten roekeloos en uiteindelijk behalen ze hun B-punten. Aha, en zelfs als ze op het einde allemaal verslagen worden door Rayuga's El Drago, toch, Doji? Ja, dat is ons plan. Dat is ons echte doel. Wanneer het alle kracht van alle B's in gevechtsbleders heeft opgeslokt,
zal Lightning El Drago de sterkste bee worden van het land. Vanaf dat moment gebruiken we de ongelooflijke kracht die verborgen zit in El Drago. En de Dark Nebula-organisatie zal zijn ultieme doel bereiken. Wel nu, Joe. Ik ben je heel erg dankbaar voor al je werk. Ach nee. Een gevecht winnen waar Ryuga niet aan meedoet is makkelijk. Echt een makkie. Je hoeft me niet te bedanken voor zoiets simpels als dat. Dat is niet waar ik het over heb. Oh. Ik moet bekennen dat ik tot nu toe serieuze twijfels had of we gevechtsspelers eigenlijk wel zouden moeten gaan doen. De reden is, Joe, dat ik dacht dat er geen B in het land was die je ook maar enigszins zou kunnen vergelijken met Ryuga's kwaliteiten. Hoe dan ook, toen ik jou zag die dag, vroeg ik mezelf dat af. Er zijn geweldige bleders zoals jij die nog niet ontdekt zijn. Door middel van zo'n groot toernooi ontdekken we misschien nog wel een paar meer van deze uitzonderlijke bleders. Dus op de lange termijn zal gevechtsbleders ontzettend waardevol zijn en zorgt voor een berg aan energie voor El Drago. Maar op het einde verloor ik van Ryuga. Move! Ah! Drakenkeizer Helos en bijtgeneet! Oh! Maar ik was niet teleurgesteld over mijn verlies. Zo gaaf! Toen werd ik een grote fan van Ryuga. Ik bedoel, hij is super gaaf en de eerste bleder die mij ooit versloeg. En hij heeft geweldig haar en een fantastische cape. Als ik Ryuga kan helpen, doe ik alles. Ja, dat is waar ik op hoopte. Ik reken van nu af aan ook op jou. Ja. Naar de sterkste van het land. Wie is de allerbeste bleder? Laat gevechtsbleders beginnen en je krijgt een antwoord op die vraag. Om je te kwalificeren voor deze competitie moet elke bleder 50.000 punten hebben. Voor de bleders die niet genoeg punten hebben, houdt de WBBA kwalificatietoernooien op diverse locaties. En hoe moeilijker de gevechten, hoe hoger de punten. Je kunt veel punten verdienen in een gevecht op de grotere toernooien. Of je kunt ook minder punten verdienen in een gevecht op de kleinere toernooien. De sterkste van het land, wie wil? De titel van allerbeste bleder. Als jij dat wil, pak dan je mee en doe met ons mee. Ons motto is... Go Gevechtsbleders! Een toernooi om te zien wie de beste bleder is. Die competitie is de droom van elke bleder, maar... De Dark Nebula-organisatie. Wie had gedacht dat ze ooit tot zoiets in staat zouden zijn? Ik kan ze niet uitstaan! Ik vind ze eng! Ik denk dat wij best wel weten wat ze van plan zijn. Door sterke bleders bij elkaar te brengen... en ze te laten vechten met Ryuga... zijn ze van plan om El Drago al de krachten van zijn tegenstanders af te laten pakken. We kunnen dat niet toestaan. Het is gewoon fout. Ik ga meteen met de WBBA praten. Je verspilt je tijd. Huh? De kwalificatietoernooien zijn door het hele land allang begonnen. En als ze eenmaal zo ontzettend enthousiast zijn geworden, zijn die bladers echt niet meer te stoppen. Dus wat kunnen we doen? Want als die gevechtsbladerscompetitie gewoon door blijft gaan, jongens, doen we dan niet precies wat zij willen? Maar als ik meedoe, dan is die daar. Oh. Dit is mijn kans om Ryuga te verslaan. Ik schrijf me in voor gevechtsbladers. Ik doe mee. Ik ook! Maar... De kwalificatie voor gevechtsbleders is tenminste 50.000 punten. Ik moet er dan nog zo 30.000. Nee. Ik nog 40.000. Ik heb er nog minstens 10.000 nodig. Wat? Wat? Zelfs jij, Jinga? Het is niet eerlijk. Ze hebben het te moeilijk gemaakt om je te kwalificeren. Stop met klagen. We moeten het gewoon doen. Goed dan. De eerste keer dat wij elkaar weer zien is tijdens gevechtsbleders. Maar Kyoya... Door gevechtsbleders te winnen verpletter ik Doji's plannen en verdien ik de titel van de sterkste bleder. Als je erover nadenkt, is het een mogelijkheid die geen enkele bleder kan laten schieten. En onthoud dit, Jinga.
Jij wordt niet verslagen door Ryuga of Yu. Ik zal het zijn, Kiyoya die dat doet. Kiyoya. Maak je geen zorgen. Nadat ik jou verslagen heb, zorg ik ook dat ik korte metten maak met Ryuga. Hij is van mij alleen en niet zal mij in de weg staan. Zowel jouw Leon en Ryuga's Eldrago zullen worden verslagen door mijn Pegasus. Jinga, ik steun je, Jinga. Ik ga ook meedoen met gevechtsbladers. Huh? Kenta? Ja, ik weet niet of ik de competitie kan winnen. Het zal ook moeilijk zijn. En misschien kom ik zelfs wel helemaal niet ver. Maar ik ben een blader. Ik wil mijn kracht graag testen om te zien hoe ver ik in mijn eentje kan komen. Dus als ik eindig op hetzelfde gevechtsterrein als jullie twee, bevechten jullie me met alles wat je hebt, oké? Kenta? Natuurlijk doe ik dat. Dus jij wilt mijn volle kracht, hè? Daar kan je wel eens spijt van krijgen. Kiyoya, Jinga. Ba-ba-ba-ba-boel! Dit wordt helemaal te gek! Ik ga het ook doen! Ha! Pas maar op, want hier komt Benke! Wacht eens even, jongens. Begrijpen jullie wel wat je zegt? Het is alsof jullie vrijwillig in een val lopen. Beseffen jullie dat wel? Maar we hebben geen andere keus. Ja, we kunnen zo'n kans niet laten lopen. Onze Beyblade wilskracht zal ons verbinden en er is geen weg terug. Ja, we gaan vechten, bladers! Oh, nee. Wacht, wacht even. Hey, gaan jullie dit echt doen? Ja, en zo gauw we een voet buiten de stad zetten, is het elke blader voor zichzelf. Maar er is eerst nog wat anders. Ba-ba-ba-ba-poel! Deze plek herinnert ons aan heel veel mooie momenten. We hebben nog één laatste gevecht als vrienden voordat we elkaar weer zien als gevechtsbladers. Kom op! We gaan er helemaal voor. Dat wilde ik net zeggen. Ah, daar zijn jullie. Ik wist dat jullie kwamen, Jinga. Kiyoma, wat doe jij hier? Ik weet hoe jij denkt, maar kom op! Weggaan zonder het eerst tegen mij te zeggen, jongen? Ik, je jeugdvriend? Ja, dat klopt! Wilden jullie weggaan zonder iets tegen ons te zeggen? Wat is het grote plan, Kenta? Osamu, Takashi, Akira. Hey daar, jongens! Ik ga ook mee. Jullie gaan echt niet zonder mij, weet je. Ik wil ook graag de beste player van ons land worden. Begrijpen jullie dat? Dat is toch geen probleem? Geen probleem. Goed nieuws, ik ben er ook, krabbetjes. Oké. Zullen we dan maar eens gaan beginnen, jongens? Ja! Daar gaan we! 3, 2, 1, let it rip! We doen het nu, Leon. Special move! Koningsleeuw verscheurstoot! Hey! Zelfs al is Kiyoya mijn tegenstander, ik ga me niet inhouden! Aanvallen! Dark Bull Roodhoorn Hoekstoot! Special move! Sagittario Vuurklauw! Go, go! Hey, je mag niet weer vals spelen, Tetsuya! Nee. Er zitten vandaag geen verrassingen in mijn schaalkrab. Klap je scharen voor Madcash's geheime techniek en vetbandverwisseling. Niet goed genoeg! Go! Als je het over prestaties hebt, frustratie! Aquario, oneindige aanval! Haha, alweer deze move? Wat? Het lijkt erop dat het nu mijn beurt is. Hoorn, stoot, vernietiging! En door je Oké, wij gaan er ook voor, Pegasus! Special move! Pegasus Sterrenstoot aanval! Ah! Ah! Ah!
En toen gingen Jinga en de anderen samen op pad? Ja, allemaal met een glimlach op hun gezichten. Maar de Dark Nebula-organisatie heeft nu echt hun plan in gang gezet. Dit loopt niet goed af. Het lijkt erop dat het een moeilijk gevecht wordt. Ja, ik reken op jou, Hioma. Niet verliezen, Jinga. Succes allemaal. Mogen de beste beleder winnen. Want ons motto is... Go Gevechtsbleders!